Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Wauw, moet je kijken joh. Dit is mooi wakker worden. Ik ben zo blij dat ik gisteren toch even heb doorgebeten en, om naar de kust te rijden. Vannacht was het rond het vriespunt een tijdje, maar geen graadje pijn gehad. Het was gewoon prima. Ik had de thermo ondergoed aangedaan in de donse slaapzak. En ik had het eigenlijk zelfs te warm op een gegeven moment. Dus was prima te doen. Nou, ik ga nu de boel hier opruimen en dan gaan we iets verder richting Roende aan de kust. Dat is een heel mooi soort schiereiland. Daar zitten de papegaaiduikers. Dus die komen daar elk jaar broeden, bovenop zijn bult. En we gaan eens even kijken. De route daar naartoe is eigenlijk het allermooiste. Dus dat wil ik jullie laten zien. Zo, ik heb de telefoons weer netjes opgeladen en de camera's ook. Het werkt perfect. Het snoertje ook bij lage temperaturen, de accu van de motor. Trekt het makkelijk, zelfs als je 4-5 dingen oplaat. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de grootte. Nou, we zijn al onderweg naar Roende en dan moet je wat pootjes pakken. Hier een pootje naar het bed. Ik heb dus het kenteken geregistreerd bij Ferrypay, dus je hoeft niks te doen, je rijdt zo die boot op. Ik blijf altijd even staan tot op het laatst dat hij wegvaart, dan soms is het een beetje bumpy en dan wil je hem even tegenhouden, zeg maar. En vanaf die pontjes zie je eigenlijk de mooiste dingen. Je kunt een beetje koffie drinken aan boord. Sommigen gaan, moet je soms een uur wachten voordat de volgende komt. Maar deze gaat vrij rap. Hij stond al klaar toen ik aankwam. Ferrypay, ja. Yeah. Yeah, have a nice trip. Thanks. Ik kwam even checken of mijn kenteken geregistreerd was. Schijnbaar doet niet iedereen dat. Zo, dan gaan we het volgende stukje verkennen. En het truc is nou, iedereen gaat de hoofdroute vervolgen. Dus je hebt heel veel verkeer voor je. Maar er gaat één route linksom, dat is de E39. Maar als je hier dadelijk rechts aanhoudt, dan ga je helemaal rechtsom. Dat is wel een flink stuk om. Maar dan krijg je weer die mooie weggetjes, zeg maar. Dus dat gaan wij natuurlijk doen. Dus eventjes hier opschieten, zodat je dat verkeer niet meer achter je hebt. En dan gaan wij je dadelijk rechtsaf. En ja, waar de hele meute dadelijk en Google Maps jou links stuurt, en ook de Garmin trouwens, gaan we dan rechts. Dan krijg je zo'n driecijferige weg. De 661 is dit volgens mij, ja. En die kronkelt helemaal om dit eiland heen, of schiereiland, fjordpunt, hoe je het wil noemen. Helemaal aan de westkant. En dan zie je allemaal mooie haventjes en baaitjes en dat soort dingen. En daar kom je dus normaal niet. Dus niet Google Maps gaan volgen. Of je Garmin. Ook als je hem op bochtige wegen zet, pakt de Garmin nog steeds de hoofdroute schijnbaar. Dus tip van Flip. En dan kom je op de mooiste plekjes en dan denk je hier in zo'n baai, waar leven die mensen van? Buiten vissen maken ze hier denk ik ook nog een paar bootjes. Dus, ik denk dat het hele dorp
hier bij die fabriek werkt. Ja. Een of ander marineschip wat ze hier hebben liggen. Nou, dit zou je dus gemist hebben als je over die E-wegen blijft knallen. Oh, waarom woon ik in Nederland, denk ik af en toe. Een flauw idee eigenlijk. En dit gaat zo de hele dag door, hè? Dus alleen maar dit soort uitzicht uit je helm. En daarom is een 100% nopperband is niet het slimste wat je kan doen hier, want als je de TED gaat rijden is leuk, maar dan zie je alleen maar een heel klein stukje het oosten van het land. En ja, je doet jezelf echt tekort als je dit niet meepakt om ook even de westkust, fjorden, dat soort dingen te doen. Ik hoor wel eens motorrijders zeggen die alleen maar die Trans-Juru Trail komen rijden omdat ze dan verliefd zijn op de gravel. Maar ja, je maakt mij niet wijs dat dit niet mooi is. Dus ja, een goede 50% 50-50 band is aan te bevelen. Of een wegband kan natuurlijk ook. Maar die rij je in die gravel wat eerder stuk. En je hebt geen echte grip. En die hebben we toch wel een paar keer nodig gehad. Zie je rechts nu je het water op kijkt, dan... ik zal even aanwijzen. Daar. Daar vangen ze dus zalm. Of kweken ze zalm. In die ronde dingen daar op het water. Die bassins. Had ik al gezegd waar we zitten? Ja, we zitten dus eigenlijk tussen Molde en Ålesund. Ålesund. En die lucht, die zeelucht. En dan links zie je gewoon besneeuwde bergtoppen. Het is... Ja, waar vind je dit? Kun je zeggen, Oostenrijk is ook mooi. Dat klopt. Maar dan heb je niet de zee dwars erheen lopen. Zo cirkelen we wat baai in, baai uit. Mini-fjordjes, zeg maar. Degene die weg heeft aangelegd, die, dat was zeker een motorrijder, dat weet ik zeker. Sowieso alle wegen. En die noren die maaien maar lekker gras in een blote buik met 17 graden. Het is wel aangenaam en het zonnetje is bloedheet. Overal zie je ook weer die houtvoorraden staan. Het maakt niet uit waar je in het land komt, maar overal stoken ze hout. Left or right? Zie je dat de lader van de boot afgehaald wordt. Ze zijn elektrisch geworden, die pontjes. Saloondek. Nou ja, daar binnen kun je dus zitten, koffie drinken, dat soort dingen. Met slecht weer is dat wel handig. Nou, daar hebben we nou geen last van.
dit is de weg naar Roende, jongens. Prachtig mooi hier. Kleine haventjes. Het is nog een kilometer of 10. En voordat je op dat eiland bent, zoek het maar eens op in Google. Je ziet dat het helemaal midden in de zee ligt. Er liggen een paar flinke boten. Ik heb net bij de supermarkt even wat ingrediënten gehaald om vissoep te maken. Want ik ruik al de hele dag de zeelucht. En ik kreeg gewoon ineens zin in een vissoepje. En om niet afhankelijk te zijn van een restaurant of zo, want dat heb je hier bijna niet. Dacht ik van dan maak ik hem zelf wel. In de Transia natuurlijk. Oh, krijg je hier goede zin van. Ik denk dat ik gewoon hier het kamp ga opslaan. Het plan was om vandaag nog landinwaarts terug te rijden. Een beetje richting de Geirangerfjord. Maar eigenlijk, wanneer heb je nou zo'n prachtig weer hier? Ik ruik de zee. Het is precies de helft van de trip. Dus ik heb eigenlijk ook wel zin om gewoon eens even te mijmeren. Boven op die berg met mijn tentje. En alles wat ik gezien heb even de revue te laten passeren. En misschien nog eens even nadenken wat de route van de overige dagen wordt, de tweede helft. We hebben nog zoveel niet gezien. We moeten nog naar Jotunheimen, boven door de sneeuw. Dus route 55. Ik wil nog naar Telemark in het zuiden. Misschien de Lissefjord, helemaal in het zuiden. Ja, eerst maar eens even genieten hier van die zee. Ja, dat is echt dadelijk het mooiste stuk. Komt dadelijk een brugje hier waar ik overheen moet. Misschien dat je die hier om de hoek al ziet liggen. Even kijken. Ja, daar is die. Daar moeten we overheen, want hier aan de linkerkant, dat is het eiland Roende. Ah, je zou hier wonen, joh. Die supermarkt net, dat was de laatste. Dat is zo'n 27 kilometer van je huis af dan. Oh, die zilte lucht. En dan dit uitzicht. Temperatuurtje goed, 16,5 graden, 17 graden. Wauw, 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 wauw. Wat wil je nog meer? Ik zal bovenop even stoppen. Mijn god zeg. Roende. Ik weet nog goed toen ik hier voor de eerste keer kwam. Het was zo ontiegelijk gave ervaring. En dat is het nou nog steeds. Onbeschrijfelijk. En ik maakte daar een foutje trouwens. Dit is nog niet Roende. Roende ligt achter deze bult. We moeten nog een keer over zo'n bruggetje. Ik zat al te denken van er zijn meer bruggetjes. Ik heb dit de afgelopen paar jaar heb ik het overgeslagen. Vanwege toen kwamen we net niet uit qua planning in deze hoek. Dus je vergeet het vrij snel. Maar dat bruggetje, ik denk dat is niet de brug die ik bedoel. Er loopt eigenlijk nog een heel slingerpad door de zee. Eerst moesten we nog een tunneltje door. En dan kom je aan de achterkant van het eiland uit. En dan zien we Roende. Roendomhuizen. Kijk, nou zitten we aan de goede kant. En waar je nou op uitkijkt, die bult, dat is Roende. Ja. Midden in de Noordse Zee. Kijk, en hier is die brug. Ik was ermee in de war, die andere die lijkt er een beetje op.
Runde Broa. Kijk, daar loopt die weg zo. Hoe gaaf is dit? En dan zie je hoe grillig die kust van Noorwegen is. Daar dadelijk even naar rechts kijk. Of rechts voor ons ook, zie je het ook al. Dat is eigenlijk waar we net vandaan kwamen. Die bergen. Dus daar ligt de Alesund. Molde die kant uit. Daar zie je de sneeuwtoppen. Als ik meer was, ging ik hier wonen. Oh, oh, oh. En je hoeft dus niet naar Alesund, dat is de stad, dat is wel leuk. Een keer gezien te hebben. Maar dit trekt mij meer. Geen drukte, geen verkeerslichten. Ook de rood, Atlantic Road, die ligt een stukje noordelijker van. Ja, top 10 mooiste wegen van Noorwegen. Ik vind dit mooier. Atlantic Road is bekend gemaakt voor het toerisme, denk ik. Nou, file op Runde. We moeten eromheen. Oh, gaat toch rijden. Oei, oei, oei. Oh, stop. Nou zitten we aan de noordkant van het eiland. Het ziet er nu allemaal heel lieflijk uit. Ik heb wel eens een keer flinke regen en wind gehad, stormachtig. Dan is het ineens een heel woest landschap. Die huizen staan eigenlijk midden in de Noorse Zee. En dat is eigenlijk de bult waar die papegaaiduikers zitten. Dus daar, dat pad daar wat je ziet, misschien... Ik weet niet of, of de camera dat oppikt. Maar dat is waar je naar boven kan lopen om naar die vogels te gaan kijken. Als ze een plekje hebben op de camping, dan loop ik straks even naar boven. Al die vogelaars die kijken al een beetje serieus naar het geluid van de motor volgens mij. Tunneltje. Hier, hè. Ik ben echt aan het genieten. Nou, je kunt hier gewoon met de bus naar school. En als het goed is, ligt hier ergens een campingje. Het stikt hier natuurlijk van die campers. Allemaal camperplekken, maar voor het tentje hebben ze altijd wel plek. Oh, oh, oh. Au. Nou, we gaan een plekje zoeken.
Zo, het tentje staat alweer op. Met een prachtig uitzicht over de zee. Echt een super plek hier. Heel blij mee. En hierachter heb je die berg waar je tegenaan kan lopen. Ja, velen kennen Roende misschien van het vogeleiland. Er zitten hier een hele hoop van die papegaaiduikers. Maar iets van 700.000 vogels die hier op die bult in die kliffen zitten. En hier voor broedseizoen ook komen. Maar los daarvan is het ook bekend dat er heel veel schepen uit de middeleeuwen, eigenlijk rond 1700, hier aanspoelden. Dus Spaanse, maar met name ook Nederlandse schepen. En een van die schepen die hier zijn aangespoeld, dat is de Akkerendam. Die kwam uit Texel in 1725. En die hebben ze nooit meer teruggevonden na een storm. En hier hebben ze schijnbaar wrakstukken daarvan gevonden. Ik zal daar even laten zien. Er ligt ook nog een kanon, dat hebben ze opgedoken. En in de jaren 80 is er een duikteam geweest. Dat heeft iets van 500 kilo aan gouden munten hier uit het wrak omhoog gehaald. Dus ja, in Nederland waren ze het schip kwijt door de storm. Het was onderweg van Texel naar Indonesië. Het was gewoon onderdeel van de koopvaardijvloot. En dat hebben ze hier dan teruggevonden. Dus ja, in zo'n storm kan het raar lopen, zeg maar. Komt ineens een boot hier helemaal voor de Noorse kust terecht. Cool. Maar ja, dat is dus een weetje. Volgens mij zit er ook nog ergens hier zo'n, daar heb ik ooit eerder geslapen, meer dan 10 jaar geleden. En daar kun je wat van die munten, hebben ze daar tentoongesteld. Dus dat zou je nog eventueel kunnen gaan bekijken. Ik zal dadelijk eens even naar dat kanon lopen. Nou, zo moet hij eruit zien, de papegaaiduiker. Ik zie dat er ook White Eagles boven. Dus even kijken hoe dit open gaat. Dus ja, dat gaat wat worden. Het is een flinke klim, maar wel super de moeite waard. Echt prachtig, met dat uitzicht van de zee. Echt niet normaal. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt. Iets van 3 kwartier, zeiden ze. Dus we gaan het zien. Zo wilde ik vanmiddag een zeemeeuw zijn. Maar nu een schaap. Ze zitten hier ergens. Ik weet niet of de camera dat oppikt. Er zijn van die momenten dat je extreem alleen voelt. En dit is er eentje van. Muisstil hier. Nou, bijna boven. En als het goed is kunnen we nou al, ja, daar is het, over de andere kant heen kijken. Kijk. Oké. Voorzichtig bij het randje. Zo. Hallo. Kijk. Nou, het kost even wat moeite. Maar dan heb je ook wat. Het zou wel cool zijn als we ook zo'n papegaaiduiker kunnen vinden ergens. Hè? Ik heb alleen geen zoom op de ding zitten, dus dat is een beetje lastig. Als ik er een zie, dan zien jullie hem waarschijnlijk niet. En in dat soort gaten in die rotswanden, daar gaan natuurlijk al die vogels broednestjes maken. Lekker veilig. En dit is de andere kant. En voordat we teruggaan, hier zie je ook mooi hoe grillig die kust van Noorwegen is. Nog geen papegaaiduiker gezien, wel allerlei soorten vogels, maar is niet te capturen met zo'n klein lijntje. Zo, vis hoe het is. Oh, gaat er wel in na zo'n wandelingetje. Gaan halen erbij. En een lekker stukje zalm. Mm.